Eens even kijken. Je mag wel op mijn handen kijken hoor. Oh, dat doe je al. Ha, grapje. Ja, en deze dame die vindt het leuk om lange nagels te hebben. Als je lange nagels hebt, wat doe je dan? Ja. Precies kijken waar je het eruit. Er tussenuit moet halen, kijk het maar. Nou, die zie je niet hoor. Jammer. Die zie je niet, dat is een beetje inderdaad jammer, ja. Ik had er eigenlijk wel meer van verwacht. Hè? Ja. Maar we hebben ook nog andere tape. Dat kan ik ook wel gebruiken hoor, daar niet van. Nee, deze ga je ook niet zien. Denk ik. Nee, zie je? Nee, het is gewoon in principe een normale plakband. Alleen met een... Kleurtje. Kleurtje. Nee. Waar heb ik die... Mag ik er heel even bij? Dan ga ik eventjes voor jullie... Want dat is niet echt de goede teken voor, maar ik ben nog niet. Ja. Gewoon deze tape. Of een gele. Mooie. Rood is goed. Of een donkerblauwe. Donkerblauwe. Donkerblauwe is goed. Heb je klustape in huis? En... Leuk. Ik ga gelijk kijken of dit werkt. Dat is het handigste even klustape. Je kan ermee klussen. Onder andere uitnodiging. Kijk. Wordt het toch mooi. Of wat je ook kan doen, dat is gewoon eventjes een beetje door. Kijk, want die zit toch al vast. Dat je ook gewoon dit kan gaan doen. Dat kan ook. Ja, dat is stevig. Niet te leuk, hè? En dan kun je nog altijd zo doen. Of die wat een beetje stevig is. Want dit is wel heel erg zwaar, hoor. Dit gelijk nu. Mm-hmm. Dit is wel heel erg zwaar. Maar ik kan ook gewoon een normaal roosje erop knallen hoor. Gewoon zo'n roosje en dan gewoon zo. Mm-hmm. Dan is hij ook niet. En dat, dan deze inderdaad er een beetje ervan afhalen.
maakt niet heel veel uit. Gewoon even zo. Of rode, grote looien, ook leuk. Loopt in het. Ik moet gewoon een looi, hè, nou weet je. Nou, dat moet dan drogen, hè. Mm-hmm. Zo, en dan is hij niet zo zwaar meer. Mm-hmm. En dan kun je altijd nog een knijper erbij voegen, gewoon in de, envelop zelf. Mm-hmm. Als gewoon een aandenkentje. Of gewoon als bedankje. Ja, nou, dat wordt weer even erbij. Een stukje. Dat doen. Goedenavond allemaal. We gaan eventjes een shopblog opnemen. Ja. Voor het huwelijk wat we hebben gekocht. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Het is een beetje vals licht, om het zo maar te zeggen. Begin eventjes bij het simpele. Dat is gewoon even zo'n snijmat. En dat is een A3 bij de Action vandaan. Ja. Voor 1... 1,49 of zo. Zoiets, ja. 1,50. Zoiets. Ja. En we hebben ergens lekker gegeten, maar dat is geen shopblog, maar oké, dat maakt niet uit. En nee, we worden niet voor gesponsord, maar oké, die zit in Leidsehagen. Wil je daar wat kopen? Ik zou zeggen, ga even naar hun website als ze een website hebben. Ja, die hebben ze. Ik zou zeggen, gewoon even bestellen. En als je dat via mij hebt, gewoon eventjes gewoon zeggen. Hey, ik heb dat via de vlogsters. Karen van der Werf en Roderick Staalman. Hey, dat is leuk. Nou, 1. 2. Die even nog niet. 2. 3. 4. 5. 5. 6. Ja, we hebben 6 zakjes. Met hele mooie ballonnetjes. Met 10 stuks erin. Dus we hebben 60 stuks, toch? Ja, gewoon, ja. 60. Ja, plus minus, toch? De diameter van 26 centimeter. Dus. Lekker. Dus die hebben we gehad. Wil je nog even wat voor mij doen? Dan mag je er even lekker even uit beeld leggen bij deze, want die miste ik al. In de koelkast even knallen voor mij. Ja. Ik miste hem al. Ja. En even deze nog eventjes in de kast. Ja. Ik miste hem al namelijk. Ha! Ik zet hem gewoon even aan het werk, hè. Ook leuk. Ja. Zo. Nou, we gaan even wachten op een mannetje. Op een aanstaande man. Ja, yeah, allemaal leuk. Die hebben we gisteren gekocht. Die hebben we gisteren ook gekocht. Ik pak het zo meteen even allemaal uit hoor. Daar niet van. Die hebben we gisteren gekocht. Die hebben we gisteren gekocht. Die gisteren gekocht. Gaat goed. Die gisteren gekocht. En de rest. Die gisteren gekocht. De rest allemaal vandaag. Dus dat laten we ook zo meteen zien. Ja, we zijn lekker bezig. En die hebben we ook vandaag gekocht. Dus dat moet ook eventjes daar doen. Ha! Lukt het allemaal, schat? Mooi, daar ben ik blij mee. Helemaal top. En ja. Dit is van de... Hema. Ik had ook ergens iets van de AC200 tussen gedaan, zeker of niet? Ja, dat was een bus. Maar ik weet die van niet meer waar. Nee, want die hebben wij vandaag gekocht. Kijk, eurobonnetjes. Voor, oh nee, niet. Daar heb ik een bonnetje gedaan. Ik heb ergens nog een bonnetje erin geknald. Dus. Maar oké, okay, maakt niet uit. Geef niet. Maakt helemaal niet uit. Oké, okay, nou, die even sowieso straks even daar naartoe. Straks. Ja. Oké. Okay. Bij de Hema hebben we ook weer wat leuks gekocht. Dat is 1, 2, 5 keer lint, toch? Nee. 5 keer 3, toch? Ja. 3 keer 5 lintjes.
Niet nog gezelliger naast me zitten. Hallo, koek, koek. Nee, dit is goed. Kom, gezellig. Ja. Bijna helemaal. Ik heb polio in mijn handen, joh. Wit. Zilver. En dan grijs, goud en zwart. Daar heb ik dus drie pakjes van bij de HEMA vandaan. Ze zeiden gisteren, ja, maar die hebben we niet meer. Echt wel. Karin en die moet even de hoofdhelper doen. Gisteren ook nog bij de ACTO, niet te vergeten. Denken jullie waar hebben we het allemaal voor nodig? Ja, die heb ik nodig. Dat is dus 4 keer Crea Home. Circa 40 stuks. Stuks. Veiligheidsspeltjes. Kijk, ik heb hier ook nog 3 bandvans daarvan. Ja. Daar ga ik ook nog weer wat meer mee doen. Maar daar ga ik nog een hobbyvlog voor opmaken. Een creatieve vlog, weet ik veel. En ik heb ook even naalden gehaald. Want hier zit ook een kromme naald. Want mijn bureaustoel, de bovenop, dat vindt die rode taktuin van mij leuk om met zijn nagels erin te zetten. Dus kan ik even de bovenkant weer even mooi maken. Maar misschien heb ik die ook weer nodig om wat anders leuks te maken. Rommel, gerommel. Ja, ga door. Ja. Goed zo, maak het maar spannend. Maak het maar spannend, mag wel harder. Maakt me niet uit, onder tijd. Maak het maar spannender. Ja. Op een bruiloft heb je sowieso volgens ons, volgens mij, volgens hem, volgens ik, altijd nog wat nodig. Het belangrijkste volgens mij. Ja, wij zijn het belangrijkste, maar... Als er gasten zijn, willen ze ook waarschijnlijk nog ergens in schrijven, toch? Ja. Mooi! Wat heb je daarvoor nodig? Een schrijfboek. Schrift. Iets. Een schrijfgastenboek. Hij is zwart, maar ik ga hem nog helemaal oppimpen. Echt helemaal. Helemaal blanco. Echt geen ene lijntjes in te zien. Die hebben we gehaald bij de... Weet ik eigenlijk niet. Waar ik hem... Speciaalzaak. Nee, geen speciaalzaak. Joh. Ik zal hem even opzoeken. Want hij zit in Leidschagen. Dus ik zal hem even opzoeken. Sowieso ga ik hem even opzoeken. En als ik hem op heb gezocht, dan zal ik hem ook eventjes de link even hieronder zetten. Sowieso. En vandaag, 7 augustus nog steeds, hebben wij gehaald. Onder andere. De winkel die gaat helaas weg, dus daar kan ik dus geen reclame voor maken. Ik word er sowieso niet voor gesponsord, voor alles niks. Dus ja, ik kan helaas geen reclame maken voor die winkeltje. Maar omdat mijn jurk ook in een hele leuke mooie kleur is. En we willen dus niet het gastenboek zo belaten. Willen wij dus... Kijk, het past ook nog mooi ook, zie je? Ja. Hele mooie kleur. Dus een beetje lichtgroen. Ik weet niet of jullie het nou kunnen zien. En anders maak ik morgen nog eens een mooie vlog. Met even alles in beeld. Gewoon op mijn eettafel. En hier zitten, weet ik veel, hoeveel papiertjes in? 10, zo. Staat er zelfs op, hè? Ja. Oké. Toen zijn we ook nog naar de Zolo geweest. Die kan ik hier wel even onderin vermelden. Als ik het niet vergeet, want ook ik vergeet nog wel eens. En daar zijn we mensen voor. Ik heb dus een grote lijmpistool. Maar die vind ik ook inderdaad niet zo heel prettig werken. Sowieso niet. Maar ik heb ook een kleine lijmpistool.
Maar dan moet je wel lijmpatronen hebben. En zouden we daar nou net, en ik zeg wel 3, maar we hebben er 4 van de HEMA. Ja. En laten we nou net een solo hebben en die dus lijmpistolen hebben van 8 mm. Ja, van 8 mm. En daar heb ik dus ook een bonnetje van. Eens even kijken. Solo. Die zit in de binnenstad van Den Haag. Spuistraat 1920A. 2511 BC Den Haag. Telefoonnummer 070-8209-902. Ja. Lijmpatronen. €1,99 per stuk. Maar dan heb je er wel gelijk. Hoeveel zit er erin? Even kijken, hoeveel zit er eigenlijk in? Even kijken hoor. Kan jij tellen voor mij? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 20 volgens mij op mijn hoofd. 20, ja, volgens mij wel. Ja, kijk, hier gaan we. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ja, 20 zijn er. Dus, heb dan hier zit er ook 20. 20, 40, 60 lijmpatronen. Kijk, daar komen we ook wel weer mee vooruit, toch? Ja. En laat solo geen gewoon solo zijn. Ik heb ook hele mooie andere lintjes. Ik heb een breed wit lint. En ik heb klein wit lint. En de laatste drie. Aankoop. Dat is ook weer een hele mooie kleurtje. Kijk. Mintgroen, ja, zoiets. Ik vind het helemaal prima. Oh, kijk. Dit is, ik heb hier al dus een bonnetje. Dat is nog van deze. Maar wij maken eerst even deze nog af. Even kijken. Oh, dat hebben ze dus 1, 2, 3, 4, 5. 5 decoratielint, even breed, 3 meter. 1,25 per stuk. En deze die is 0,79 cent per stuk. En dan komen we weer even aan bij het A4 papierverhaal. Ik heb nog wel een bonnetje, dus ik kan tot nu toe nog reclame maken. En bij deze, ik word er nog steeds niet voor betaald of gesponsord, helemaal niks. Boekenvoordeel, verras je met boek, hobby en cadeau. BV Den Haag, Vennestraat, 347, nee dat zeg ik fout. Dat is gewoon de BV. Ha, ik fout in de bocht. Vennestraat, 45 te Den Haag. 2511 AR Den Haag. Dus, wil je daar nog een aankoop doen? Ik zou zeggen, ga er naartoe. Alles moet daar weg, dus alles gaat ook namelijk in de verkoop. Dus het kan nu nog. Dus ik zou zeggen, hollen daar naartoe. Jullie zullen deze misschien wel dan denk ik te laat zien. Maar oké. Het zou kunnen, maar misschien ook niet. Misschien bestaat het dan nog. Nou, dit was onze shoplog. Ik zou zeggen, vond je hem leuk? Doe vooral een duimpje omhoog. Abonneer even op ons kanaal. Ja, gast deze. Doe het ietsje, want misschien doe ik het wel, misschien doe ik het niet. Ook dat vergeet ik nog wel eens soms. Ja. Commentaar achter. Ja, onder. Twitter, hieronder. Ja, onder. Boven. Nee, kan niet. Boven. Ha. Ja, alles vliegt hier rond. Ja, ik zou zeggen, top. Dankjewel voor het kijken. En goedenavond allemaal. Hier een leuke shopblog. Die Unboxing. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze unboxing videovlog van onze aankoop. Ja, welkom bij deze nieuwe knutselvlog. Ja, het is vandaag
9 augustus. Ja, dat zeg ik heel goed, want het is een beetje donker hier. Maar dan, nee, die werkt ook niet. Dus even kijken of het allemaal gaat lukken wat ik wil. Dus ik zet jullie gewoon even neer. Ja, want ik ben aan het knutselen. En ik weet niet of het wil wat ik wil vandaag. Kijk, ik doe het gewoon zo. Of het lukt, ja. Het is namelijk corsages aan het maken en voor de bruiloft. Ik had dus al deze gemaakt, wat ik dus al eerder had laten zien. En ik heb dus nu veiligheidsspeldjes erop gedaan met lijmpistool. Die laat ik ook zo meteen zien wat ik aan het doen ben. Dus ik moet ook even weer wat meer lijm hierop knallen. Zodat hij droogt. Ik weet niet of als ik jullie hier neerzet dat jullie het ook beter kunnen zien. Ik hoop het wel. Kijk. Ik heb hier al dus een veiligheidsspeld er al lang al op gedaan. En dat laat ik dan nu weer drogen. En ik heb een hele lange sliert. Daar ben ik niet helemaal blij mee. Maar dat hou je toch wel als je aan het knutselen bent. Doe ik het even zo. Kan het allemaal weer lekker drogen. Zo. Zijn eigenlijk al, even kijken. Hier. Ja, dat zijn er al 4 die ik heb gedaan. Mooi. Dat is heel fijn. Kijk, ik heb dus hier een veiligheidsspeld. Die doe ik dus al open. Ik buig hem een beetje wat meer open. Pak ik het knijpertje die ik al heb gedaan. Even lijm er vanaf. En dan doe ik lijm even hierop. Afhechten eigenlijk een soort van. En dan laat ik hem daar erop. Ik heb tegenwoordig hele lange nagels. Nou, dan laat ik hem even drogen. Dan ga ik even kijken zometeen hoe goed hij heeft gehecht. Ik heb hier al heel veel veiligheidsspeldjes. Nou, dan is het gewoon weer even lijm erop. Af. Pak ik mijn veiligheidsspeld. En dan druk ik hem erin. Een beetje recht leggen en dan moet hij eigenlijk gewoon goed zijn eigenlijk gelijk. En dan doe ik een veiligheidsspeldje open doen. Beetje open buigen. Dus deze kant hou ik dus naar mezelf toe. Deze. Dan doe ik lijm. Lijmpistool neerleggen. En ik leg hem er gewoon eigenlijk in. En dan moet hij even drogen. Enige wat ik doe, eigenlijk. Maar dan moet hij wel zo blijven zoals ik hem wil hebben.
Zo. Nog een paar vaardigheidsspeltjes. Ik kan ook hele grote nemen hoor. En voor mensen die dus heel even wat iets minder zien. Maakt niet heel veel uit. Zo. Ik wil gewoon eigenlijk nog, nou ja. Het is eigenlijk niet mooi, weet je, in zo'n grote. Nee, ik wil gewoon dan die hebben. Dan buig ik hem weer een beetje en dan leg ik hem er gewoon in. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik nu even doe. Ben ik toch even lekker bezig. En dan ga ik zo meteen, als ik dit even weer even een deel heb gedaan en het bevalt, dan ga ik er even mee door. En dan, nou, het is alweer inmiddels bijna 4:10. Ik heb alle veiligheidsspeltjes erop geknald. Zoals jullie wel kunnen zien. Alleen ik moet mijn lens schoonmaken, hij is vies. Ja, en ik heb ook nog een andere corsage gemaakt. Echt, ik merk gewoon aan dat mijn lens vies is, mensen. Echt. Daar hoef ik nog een. Echt waar. Kijk je. Nee, maar ik heb dus een hele mooie corsage gemaakt. Of vind ik het zelf wel mooi. Dus ik moet even Ron nog ook eventjes goed keuren. Als je dat goed heeft gekeurd, dan moet ik nog even deze twee dingetjes halen. En ik heb dus nu alles eerder al een veiligheidsveld op gedaan. En heel veel heb ik gewoon rechtop staan. Maar ik had hem eigenlijk gewoon neer moeten leggen eigenlijk. Zoals deze. Maar de rest heb ik allemaal eigenlijk rechtop staan. Zoals wat je hier wel kan zien. Die zou ik ook gewoon lekker neer moeten laten liggen. Maar daar kwam ik pas later achter. Ach, ja. Welkom bij deze leuke knutselvlag. Huwelijkvlag. Op dinsdag 14 augustus. Met Schaar en knutselroosjes. En met Karin en Roderick. Ja, ik zal ze even tijd erbij houden halen. Ja. Wat zo keurig. Nou, ik heb dus kantlint gekocht. Yep. Dat ga ik dus nu hier omheen knallen. Wil je hem helemaal helemaal zo of wil je hem helemaal hier of zo? Niet helemaal boven. Dus zo. Ietsje meer hoog. Ietsjes meer hoog, zegt hij. Hold. Ietsjes meer hoog, moet ik even die even losmaken. Hier nog een klein randje over, zeg maar. Dit. Ja. En je ook. Ja. Ik ga dat. Shabai. Nee. Hij moet nou vastgelijmd worden. Aan deze kant. Ik weet wat ik doe. Jawel. Ja, alleen jij niet zeker. Nee. Dacht ik al. Oud nieuws. Zo, nu hebben we het even opgemeten samen. En nu ga ik lijmen. Kijk. Mag ik even een A4'tje van jou? Even dubbel als je wil. Dubbelvouwen. Ja, en dan nog een keertje zo flappen zo meteen. Het hoeft niet netjes hoor, gewoon vouwen. Ja.
top, thank you. Ik kan namelijk dit doen. Even een A4'tje eroverheen. Dus we willen wat beter neerzetten. Een beetje kantelen. Ja, kantelen. Zo, dan zit die dus in jou vast, in ieder geval. Ik kan dit gewoon even zo, namelijk. Kijk. Zodat ik die dus niet meer heb. Kijk, dan kan ik hem een beetje aan. En dan straks een beetje bijknippen. En dat ik hem even om kan vouwen. Want mama die zei al, ja, maar wat doe je met hem met die lint? Ja, omdat er ook nog een lintje eroverheen komt. Dus dat zie je toch niet meer. Nou, dan knip ik hem weer even. Niet helemaal omheen vouwen. Nee, Ro, want hier, kijk, anders heb je dit toch niet meer. Dat is toch een beetje zonde, hou je? Ik weet wat ik doe, schat. Zo, dan heb ik hem nou geknipt. Ik kan beter even, denk ik, mijn lijmpistool hebben hier. En die kleintje. Ja. Die ook even daarop. Dan ga ik toch weer zo meteen even een A4'tje hebben weer erbij. Deze even weg weer. Die mag even in het stopcontact. Zo. Daar is ik al pleur die alsjeblieft even op een stoel. Ja, dankjewel. Topje. Kijk, dan kan ik wat makkelijker werken. Het kant zit dus op onze gastenboek al. Wat je wel kan zien. Die heb ik dus hier al vastgelijmd. Hier komt nog een strookje kant overheen. Ik heb het aan de binnenkant vastgeplakt, wat jullie wel kunnen zien. En dan heb ik hem ook hier aan deze kant binnenkant vastgeplakt. En ook weer aan de achterkant, idem dito. Ook weer. En dan heb ik hier ook, dan komt hier dus ook nog een lintje overheen. Dus ja, we zijn druk bezig, zeg maar. Kijk, dan kunnen we ervoor kiezen om deze zo helemaal. Of gewoon die andere, maar ik weet niet waar die andere heeft gelaten. Ik weet waar hij dat heeft gelaten. Mijn mannetje, waar heeft hij dat gelaten? Of hij daar een wit lint overheen wil? Ik denk het. Welkom. Dan is het gewoon hier al wit. Nou ja, gewoon hier al een heel mooi. Een andere lint, maar ik moet wel weten waar dit is gelaten. Oké, ik weet het niet. Niet op dit moment. Oh, die is hier al. Ja. Aha. Ik moet wel een bij mijn lint kunnen. Schat ik dat? Daar moet ik wel gewoon bij kunnen. Het is een beetje wat lichter, maar dat maakt niet uit. Geef het helemaal niet. Dat maakt het alleen maar weer mooier. Van. Ja. Weet je dat het open is van de binnenkant? Ja, dat weet ik. Heel mooi. Heke wel.
Kijk, en daar zie je dus helemaal niks meer van terug. Hé, hey, mensen. Ben ik alweer goed bezig, hoor, of niet? En hij kan niet indelen. Dat is iets wat mannen echt gewoon niet kunnen indelen. Echt, dat is echt wat mannen gewoon niet kunnen. Indelen van. Het maakt niet uit. Het is niet wat daar met mannen in kunnen delen. Er ligt al iets weer helemaal overhoop, wat niet overal had gehoeven te zijn, maar oké, maakt niet uit. Is nu eenmaal gebeurd, geeft helemaal niet. Ik ga even wat, even kijken, die heb ik ook zo op die manier gedaan volgens mij. Yep. Ook gewoon weer hier dus, even kijken. Wat wel mooi deze hebben ze. Ja. Ja. Kijk, nu gewoon een heel klein stukje even hier erin. Kijk. Neem even weer even opnieuw indelen, want ik neem het wel voor opgehaald. Ja, omdat ik wat zocht, maar het was helemaal aan de onderkant, net zoals dat. Daar moet ik toch bij kunnen, toch? Natuurlijk moet je erbij kunnen, dan heb ik alles wat overhoop staan. Hè? Ja, maar anders kan ik het er niet bij. Altijd. Altijd. Hè? Heel netjes ingedeeld. Ja, op jouw manier, ja. Heel netjes ingedeeld, maar netjes verstapeld. Ja, stapelen, ook, maar dat is nog en nog niet indelen. Ja, jij ja, maar dat zijn mannen. Precies. Kijk, zo. Ik ben hier even aan het lijmen, ja? Vind je het goed? Dat is heel goed. Ja, dat is heel mooi. Dat je dat goed vindt. Hier. Nou, mam, even exclusief voor u. Exclusief. En ook voor vrouw en voor mezelf. Deze heb ik heel mooi afgewerkt. Zoals wat u wel kan zien. Dit is het mooie kant. Nou, dit heel mooi. Hier hele mooie dingetjes op. Dit laat ik gewoon lekker zo. Ik vind het prima. Mag ook gezien worden dat er een beetje schoonheidsfoutjes erin zitten. Hier komt dus nog onze introtekst op papier. Dus dit ziet u dus zometeen niet meer. En dit is onze bladwijzer. Ja, boekding. Dat is wel leuk. En dan is dit de achterkant. Ja. En deze ziet u dus ook straks niet meer. Hey, wij willen jullie bedanken voor het kijken naar deze vlogs. Want er zijn heel veel vlogs achter elkaar aan, maakt niet uit. Ik ben nog net jarig, nog net, maakt niet uit. Nog net. Een paar minuten. Ja, nog een paar minuten. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. En anders doen we die duimpje. Maakt ook niet uit als je dat leuk vindt. Hé, kinderen? Ja. Ja, precies. En ja, dan zouden we zeggen, abonneer even op ons kanaal. Ja, die heb ik net al gezegd. Ik blijf het maar continu herhalen. Vind ik leuk. Abonneer op ons kanaal. En dan zouden we zeggen, dankjewel.